In deze video gaan we Vincent Visser 24 uur lang proberen te stalken. Ik ben weer autovertrouwd met Julia en dit wordt wel een hele spannende aflevering. We achtervolgen hem op plekken waarvan hij het nooit verwacht en we zitten zelfs in Niek zijn huis terwijl Vincent binnen is. Dit wordt leuk, dus ik zou zeggen pak wat eten en drinken erbij. Klik even op die abonneerknop. Karel, ik zie namelijk dat je kijkt. Klik op de abonneerknop, kunnen we beginnen. Ja? En dan kunnen jullie ook vast in de comments laten weten wie we hierna moeten stalken. Ik zeg proost. Hi! Ik ben er weer! Hey! Hey! Wow! Ik ben terug! Hallo! Wow. Julia is terug! Ik ben er weer! En daarom is het vet! Wow! Daar heb je ook helemaal geen tijd voor, want hij is er al, weet je wel. Oh, we gaan dus Vincent stalken. Ik wil even wat doen. Hij is geen laat. Nee, tuurlijk niet. Als ik al iets zou doen, ik krijg gewoon even. Oké, nou. Oh mijn god, what the fuck. Ja, ik heb je gemist. Vincent Visser, je bent aan de beurs vandaag, jongen. Ja, Hi. Vincent. Ja, dit ga ik even afdoen. Dit is te opvallend, hè? Ja, ik heb wel, kijk, wat ik dus wel heb. Ik heb de oude Glenn van Tijnpruik terug. Hij herkent ons nooit in deze auto, want we hebben dus een hele zieke vermomming auto. En daarom konden we ook recht tegenover het restaurant staan waar hij zojuist met Niek heeft afgesproken. Oké, dat restaurant, daar die plant zit ervoor. Die plant? Hoezo? Ja, die plant. Nee. En die boot? Ik heb nu al moe aanval. Ik moet koffie. Oké. Let me call Nike. Heb ik zijn nummer ook? Zou je dat willen? Yo, Niek! Hey! Niek! Oude stalker! Niek komt nog even snel langs ons om even het plan snel door te spreken. Oh. We hebben met Niek afgesproken dat hij eerst naar ons zou komen, dus hij mag niet bij ons staan als Ruben en Vincent ook langskomen. Maar rijden die hier langs, denk je? Of rijden die aan de andere kant? Ik hoop aan de andere kant. Gasten rijden! Nou, ik ben jullie lijf elkaar, dus ze gaan elkaar zo meteen kruisen, zo'n beetje. Oh mijn god. Oké, maar gaan ze nu gaan zien of ze rechtdoor gaan of niet? Ja, dit is top! Oh, Niek is hier. Staat er, is dit hem? Oh, dit is Niek. Oh, hij herkent ons niet in deze auto. Yo, Niek, je bent ons voorbij gereden. Huh? Welke auto zit je dan? Ja, ik zit in een coverauto. Maar ik durf niet uit de auto te stappen, want zij zijn er nu bijna. Dus straks zien ze ons staan. Of denk je dat ik naar je toe kan lopen? Ja, hij is achter, hij is bij de gevangenis. Oké, dus we kunnen wel naar je toe lopen. Ja, kom naar toe. Yo! Hey! Hoe is het? Zo, ik reed jullie echt gewoon voorbij, hè? Ja, je valt echt niet op, John. Dat is top. Dit is een super undercover auto. Hoe is het? Oh, hier. Oh, hier. Dus nou, jij gaat zo meteen daar achter eten? Ik ga daar zo meteen lekker lunchen. Maar waar? Wacht, zijn dat zo? Nee, dat is een oma en een broer. Ja, Vincent is best een oma, hoor. Hallo. Oké, maar ik grijp hem een beetje. Ik ga daarheen. En wil je nog straks verstoppen in mijn huis? Ja. Ja, sowieso. Ja, tuurlijk. Maar hij komt om 7 uur naar je huis. Ja, om 7 uur wordt mijn eettafel geleverd. En komt hij ook. We gaan een soort winactie doen, zei hij. Dat is hem, met die rode pet. Dat is hem. Doei. Zie je hem? Ja. Heb je hem op beeld? Ja, ik heb hem op beeld. Hij zegt dus, oh die bus, kut! Nee, maar hij komt. Oh, net voordat de bus kwam. Oh yes, oké, dat is top. Yeah, maar dan... Oké, we gaan in de auto. Goed, zo zitten wij dus nu even binnen. Nou, dat zal nog wel even duren. En Julia wil heel graag koffie. Ja, want Julia is even koffie halen. Nou, we hebben op zich wel even, want we kunnen daar echt niet echt in de buurt komen. Hi! Hey. Hey Jul, ik heb een beetje een tafel nodig voor mijn koffie. Heb jij misschien een idee? Oh ja. Nee, dat werkt niet. Oh nee, ik weet wel een andere. Ik heb iets anders. Oh, okay. Oh, ik hoor allemaal vragen. Hier bij de tafelwagen. We hebben dus de auto van Vincent gevonden die iets verderop bij het restaurant waar ze nu zaten geparkeerd stond. Dat is een mooie koffietafel dit. Oké, nou, dit is dus de auto van Vincent, as you can imagine. Ze zit hier achter dus te eten, maar Ruben, die appt mij dus dat hij met zijn rug naar de deur zit. Dus we weten welke kant hij op kijkt. We kunnen proberen langs te lopen en te filmen. Het is wel heel spannend. Oh, what the fuck? Moeten we even rappen nu? Denk het wel. Oh, ja. Mijn stalkvideo was een grote misser, dus vandaag gaan we voor Vincent Visser. Ik zeg hey, dat zijn wat dozen. We worden geholpen door fucking Niek Rozen. Hey, wow. Dat is oké. Okay. En Vincent, jij ziet ons niet. En dat is... Oh, kut. Mijn rap ging wack. Maar Vincent, we achtervolgen je met je bek. Ja, dat is top hoor. Dat vind ik wel leuk. Oh, hij heeft hem niet gefilmd. Oh. Jezus, moet je hele rap opnieuw. Grapje. Ah! Oh, what?
Ik heb zoveel zin om. Oh. Nou, ze heeft een koffietje gedronken hoor. Nou, laten we gaan. We hebben dus de camera mee en we zijn niet super goed vermomd. Maar als ik een beetje zo loop. Dit is het toch, of niet? Nee, het is niet deze. Nee, ik dacht ook een beetje, is dit het of zo? Maar het is een zwart gebouwtje. Oh, het is daar. Oké. Okay. Ik weet niet waar zij zitten, Steve. Oh, hij werkt hier. Hi. Ja. Oh. Hi. Stop. Heb je het nodig? Op zich, Vincent zit hier binnen. Ken je Vincent? Ja. Kan je ook hoor. Oh, oké. Ja. Oh, nou top. Kunnen we misschien via een sneaky ingang naar binnen of zo, denk je? Dat hij ons niet ziet. Want hij zit hier voor die deur. Ja, je kan als het goed is. Er werd ons verteld dat we via een trap buitenom naar boven konden gaan. En ze misschien van boven zouden kunnen bespieden. Via boven kan. Ik doe de deur boven. Oké, okay, top, 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 top. Het bleek dat ze bij een tafel recht onder ons zaten en dat we ze precies konden zien vanaf boven. Er zit lekker wat te smikkelen. En toen had Julia een fantastisch idee. Zal ik alsjeblieft een grappig geluid maken? Als jij nog een keer een keer dat geluid maakt, dan film ik ze. Ik kon vanaf de andere kant van het restaurant precies tussen een gleufje doorfilmen, zodat ze niks door zouden hebben. En het grappige was dat ook al Nick in het complot zat, hij niet wist dat we naar binnen waren gekomen. Dus niemand snapte er wat van. Ik kijk allemaal zo. Zo, nou top. Dankjewel. Ja, dat is kort maar krachtig. Nu moeten we weer gaan, anders heeft hij het door, denk ik. Oké, okay, nou nu kunnen we nog gewoon wachten tot ze weer weggaan. Dan kunnen we het filmen. Ja. En dan vanavond zijn ze bij niet. Ja. Dat is ook wel heel leuk. Deze is echt goed. Deze is echt weer een hele goeie was dit, hoor. Ja. Nick heeft me geappt dat ze op het terras gaan zitten in de zon. Dus we gaan weer naar de overkant toe. En daar zitten ze dan, die lekkere mannetjes. What's up, you? Oké, dan kijk deze kant op, kijk deze kant op, kijk deze kant op. Maar kun jij een stiekem filmen vanaf hier, van achter de bosjes vandaan? Ja. Hij kijkt hierheen, hè? Ja. De money, de money, ze gaan de overkant. Je mag geen niet poepen. Stil. Laten we het tenminste even afmaken. Kakapoepie. En terwijl wij druk bezig waren met kakken, gingen ze er inmiddels alweer vandoor. Ze gaan staan. Hij staat. Ze gaan. Ze gaan weg. Nick zei net dat ze nog wel even bleven, dacht hij. Oh, ze gaan nu even naar Perla kantoor. Ik vraag of hij meegaat. Dan gaat hij even met ons chillen. Ik zie de bloemen en de bomen en ik heb zin om te dromen. Oh, de laatste! Er zitten zoveel drukteaanvallen in deze f***ing aflevering. Ze zijn nu aan de andere kant. Oh, Nick gaat naar zijn huis. Oh my god, ik zie sterretjes. Oh. Oké. Okay. Luister. Nick gaat waarschijnlijk nu vast naar zijn huis. Dus dat zou top zijn als wij met hem mee kunnen. En misschien kunnen we dan wel in Nick zijn huis verstoppen. Ik zie je. Het lijkt alsof je naar ons kijkt, snap wat ik bedoel? Ja, inderdaad. Je hoort zeker mijn kamer... De camera een beetje laag. Oké, ze lopen nu. Ja, ze gaan weg. Ja, laten we naar de auto gaan. Kijk, misschien kunnen wij gewoon vast naar Nick's huis gaan nu. Ja. We zijn even aan het wachten tot Nick thuis is, want we gaan nu naar bij hem naar binnen. Maar ondertussen hebben we even een afleidingsstorietje geplaatst. Ik heb iets gezegd dat ik aan het golf ben hier. Dus eigenlijk was dit gisteren, maar toen heb ik niks van gepost. Hetzelfde weer is het vandaag, dus hij zal niet verwachten. Als hij het toevallig ziet, dan denkt hij gewoon dat we aan het golven zijn en dat jij ergens op een dakterras zit, wat mijn dakterras is eigenlijk. Maar dit is perfect, dit is perfect. Maar blijf hier niet, jongen. Ja, het moment tijd om naar Nick zijn huis te gaan. Leuk verhaal. Ja. Hoorde je dit? Wij zaten in het restaurant en vissen echt zo, en kijken naar boven en het personeel zat echt zo. Hè? We hebben jullie ook gefilmd, hè? Ja, echt ziek grappig. Wat, ik ga nu dat zien. Ah! Nee! Ja. What the fuck, man? Ik denk dat jullie net zo schreeuwen. Ik vind het wel tof. Ja, dit is echt wel goed, hè?
maar Vinnie heeft niks hoor, die zit een beetje zo, ik weet niet zo, die zit een beetje, heeft niet een hele leuke dag volgens mij, verveelt zich een beetje vandaag. Ik denk dat hij het wel heel leuk gaat vinden. Maar toen. Ik kreeg opeens een appje van Ruben dat hij zegt, Vin gaat nu naar Nick, maar dat was helemaal niet gepland. Oké. Je wist van niks hoor. Shit. Ik ga die jongen toe. Maar dat is 5 minuten hier vandaan, toch? Ja, nee, minder tegen de brug over. Oh mijn god, kunnen we deze niet dicht doen? Ja. Kun je er doorheen spieken? Hé, maar het zou wel leuk zijn als we hem aan kunnen komen zien rijden ofzo. Ja. Zo kan je niet meer naar binnen kijken, moet je maar vanaf hier buiten. Oké. Okay. Ja, het werd nu wel heel spannend, want we hadden nog geen goede verstopplek en Vincent kon er nu ieder moment zijn. Dus we gaan hierin staan en dan? Maar ja, we willen wel kunnen filmen, weet je? Ja, maar misschien kunnen we mijn mobiel ergens zien. Ja. Maar denk je niet, ik denk dat ik beter hier tussen die kleding kan zitten, man. Nog stel ik zit hier zo. Ja, als hij één keer in deze kamer kijkt, dan zit hij dit. Waar is hij? Oh, mijn god. Wacht, ik ga ook de kast in, wacht. Oh, die kast is snel. Oh, hij gaat niet dicht. Ja, ik zat dus te denken, ik wil naar beneden, maar toch? Ja, nee, ik moet die zoom kan met die auto of zo. Dat ik dan niet de auto dan. Was je nou alleen of? Ja, ik was even aan het bellen met Del. Ja, maar ik weet niet of je iemand anders voorbij stond. Ja, jij ziet echt dingen, hè? Vannacht ook al zeggen ja, nee, dat is een probleem. Ik trok aan, ik zag iemand staan met een zwarte pet op een man haar. Dat was een chick of zo. Heel haar. Ja, ik weet niet, ik weet niet. Ik stond gewoon voor de. Degene die ook het huis, zeg maar, degene die daar de projectontwikkelaar. Wat? De projectontwikkelaar is nog groot. Wat? Projectontwikkelaar van wat? Oh, ik kan het gewoon. Maar waar gaan we dan? Het maakt me niet uit als je tv's kijkt, of het er een beetje uitziet. Ja, nee, maakt niet uit. Je gaat me eens even kijken, ik heb hier een stofzuiger, maar die werkt helemaal niet. Wow! Dit is zo cool! Oh jezus! Oh mijn god! Ik dacht al, ik ben toch niet idioot? Ik werd van wakker en ik dacht dat iemand in mijn kamer stond. Wow. Ja, en toen zegt hij dus net van, hè? Zie je nu weer mensen? Ik dacht van, nou, ik ben echt gek aan het doen. Jullie stonden gewoon. Ja, dat is wel dom. Ja. Ja, ik voel me wel een beetje gekwetst. Nee, dat is toch helemaal gekwetst? Dat is toch leuk? Dat is een eer dat jij gewoon gestalkt wordt. Ik ben gestalkt door Steven of niet? Ja!